Vandaag herdenken we de vreselijke slachting die plaatsvond bij Srebrenica. Een van de vreselijkste misdaden die zich op het Europese continent heeft voltrokken. Alleen maar op basis van hun afkomst zijn duizenden moslimmannen op een vreselijke manier als dieren afgevoerd en uiteindelijk vermoord. En de internationale gemeenschap die keek toe, was niet bij machten om deze weerloze mensen die veiligheid zochten bij Dutchbed te beschermen. Het is niet alleen een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Bosniërs, maar daarmee ook van ons, van Nederlanders. En vandaag is het een extra bijzonder en belangrijk moment, omdat de Nederlandse regering excuses heeft gemaakt aan de slachtoffers en de nabestaanden van deze vreselijke misdaad. Za te zločine. No, bit ću potpuno jasna. Međunarodna zajednica je zakazala da pruži adekvatnu zaštitu ljudima iz Srebrenice. I kao dio te zajednice, vlada Holandije dijeli političku odgovornost za situaciju u kojoj se to taj neuspjeh mogao dogoditi. Zbog toga nudimo vam svoje najdublje izvinjenje. En die erkenning is belangrijk, maar komt wel laat. En met deze excuses stopt de strijd niet. Denk heeft zich sinds het begin al ingezet voor erkenning van het leed, voor ondersteuning van de slachtoffers, voor het onder de ogen zien als Nederland van deze pijnlijke bladzijde in onze geschiedenis. Dus onze strijd gaat door voor de nabestaanden. Onze strijd gaat door voor erkenning van het leed. En onze strijd gaat door voor de slachtoffers.